In de Binnenlieg-competitie hebben we wekelijks spannende en topwedstrijden. Thuisploeg Bevo verloor eerder op Kras Volendam, waar de bezoekers van deze week een nipte zege konden bekomen op de afgelopen speeldag. Vooral voor de thuisploeg was dit een wedstrijd die moest gewonnen worden. Nou, hoeft er niet per se goeds gemaakt te worden. Iedereen wist wel dat het gewoon verschrikkelijk slecht was. En waardoor dat kwam, wisten we niet. En we hebben er ook 2 weken lang, we hebben goed getraind, niet overdreven hard of zo, maar gewoon... Nog de afspraken duidelijk gemaakt, hè, hoe we willen spelen, ook in de dekking. Nou, vandaag zie je dat ook nog, we hebben nog te veel communicatieproblemen. Nou ja, we hadden wel wat goed te maken, vind ik. We hebben vorige week tegen Volendam gewoon niet goed gespeeld. Veel fouten gemaakt en ik denk onnodig verloren, omdat je Volendam gewoon te veel in de kaart hebt gespeeld. De goed volgelopen sporthal De Heuf zagen de bezoekers het best aan de wedstrijd starten met maar liefst 5 doelpunten van Ketsjora. Hij scoort er 2 van op strafworp. Het is een topwedstrijd die de spelers voorschotelen aan de supporters, want tot op minuut 20 blijft Bocholt aan de leiding. Al is Bevo nooit ver af. Ze komen voor een eerste maal op voorsprong 11-10, om nadien zelfs uit te lopen naar een 13-11. Maar deze kunnen ze niet vasthouden. Via Leon van Schie gaan we naar een 13-13 rust scoren. Wat heerlijk kan deze Benelink toch zijn. Dit is de Benelink. De wedstrijd wordt weer in de laatste seconde beslist. En dat is de charme ervan, word je beter van. En daarom is het leuk om hier te spelen. En niet alleen om te spelen, denken we dan, want De Heuf vermaakt zich doordat geen van beide teams afstand kan nemen. Zit iedereen op het puntje van hun stoel. Beide teams gaan er stevig in en er worden heel snel 2 minuten straftijd gegeven door het duo van dienst. In de eerste 5 minuten van de tweede helft mogen 2 spelers van elk team naar de strafbank. Bocholt gaat hiermee het beste om en kunnen 2 doelpunten voorkomen. 16-18, 17-19 en we gaan zelf naar een 21-23. Dan krijgen de bezoekers enkele straftijden om de oren en die verteren ze duidelijk niet zo goed, want Bevo kan met een 6-4 situatie op gelijke hoogte komen, 25-25, en het stond verder door met 28-25, met nog 2,5 minuut op de klok. De rest actief, lok iets uit, aanvallende, balverlies. Want er zijn nog 2,5 minuut. 3 doelpunten is te veel. Ja, als we niks doen. Dus ja, daar uit. Kom maar, nee. Nee, oké. En de pep-talk van coach Lenders lijkt te werken. Het gaat naar 28-27. We spelen nog 40 seconden. Ja, ongelooflijk. Dat had ik zelf helemaal niet meer verwacht, hoor. We stonden met 2,5 minuten speel 3 doelpunten voor. We spreken wat af. En eigenlijk vanaf dat moment doen we alles fout wat we fout konden doen. We hebben dat heel slecht uitgespeeld. Maar ja, voor het publiek was het natuurlijk wel mooi. Hè? Spanning tot de laatste seconde. En die spanning komt er, want de bezoekers zijn in balbezit. En met nog 10 seconden te gaan hangt de gelijkmaker in de lucht. Ja, we hadden hem eigenlijk al beslist. 3 doelpunten ervoor, 2,5 minuten te spelen. En je rondt een paar keer te snel af, pakt een domme 2 minuten en je brengt jezelf nog heel erg in de moeilijkheden. Het is nu alles of niets voor Bocholt en wanneer Miha in balbezit komt, gaat hij ervoor. Niets of niemand houdt hem tegen, alleen staat daar Ravensbergen op de juiste plaats. En zo wint Targos Bevo na een schitterende wedstrijd met 28-27 en is de thuisploeg en de supporters de grote winnaar van deze wedstrijd. Ja, nou kijk, ik speelde niet een topwedstrijd, eerste helft wat was wisselvallig, tweede helft pak ik het gelukkig goed op. Maar ja, op dit soort momenten moet je er staan en ik ben heel blij dat ik er op dat moment ook echt stond. Na verlies op speeldag 1 komt Bevo nu op gelijke hoogte van Achilles Bocholt, maar ook coach Lenders van datzelfde Bocholt komt tevreden zijn na deze wedstrijd. 2-3 doelpunten voor gestaan, terug gelijk, terug voor, zij 1 doelpuntje voor. Dus het was heel gelijk opgaan en dat zijn de details die beslissen. En ja, een balverlies of een gemist shot gebeurde bij hen ook, net als bij ons. Maar Jordi Kremers krijgt bijvoorbeeld 2 minuten terwijl ik in de lijn sta en hij raakt hem helemaal niet. Hij lokt het wel goed uit, de speler. Ja, en dan komen we 2-3 doelpunten achter. Zie je de ploeg een beetje vertrouwen missen. Maar we vechten dan door een agressieve verdediging terug de bal. Elke keer opnieuw halen na 10 seconden de bal terug en komen heel snel terug 2 doelpunten terug. En dan de laatste aanval hebben we 40 seconden, moet eigenlijk normaal doelpunt zijn. Maar ja, Micha mist op 6 meter, maar ik neem hem niks kwalijk. We hebben een aantal keer geluk gehad, vooral de laatste. Maar ik zeg ook voor de groep, als we met dit spel van Bocholt kunnen winnen. Ik zeg, dat belooft wat voor de toekomst. Ik zeg, wij kunnen zoveel beter handballen.
Ik zeg, dit moet toch wel een enorme boost geven. Hè? Ik bedoel, Bochels is gewoon ook een van de favorieten voor de Final Four. En thuis, leuke atmosfeer, veel publiek. Ik denk dat het voor de groep wel even goed is geweest.